Vanavond gaan we in een nieuwe aflevering van Politie weer op boevenjacht. We proberen een autokraker op heterdaad te betrappen. En we laten zien dat je op klaarlichte dag een fiets kunt losslijpen zonder dat er een haan naar kraait. Welkom bij Politie, het programma waar we kleine criminaliteit keihard aanpakken. Je kent het wel, je bent druk en in alle haast laat je je telefoon in de oplader van je auto zitten. Nou, in grote steden is het dan natuurlijk direct raak. Pats, je ruit ligt eruit en je telefoon, die is pleiten. Maar niet als het aan ons ligt. Auto-inbraken zijn voor veel mensen een enorme ergernis. Wij van Politie gaan daarom proberen een autokraker te pakken. Hiervoor prepareren we een speciale lokauto met bijzondere lokmiddelen. Hey Remy. Hey. Waar ben je mee bezig? Ik ben druk bezig met de RNS voor in de auto van jullie. RNS? Wat is dat? De RNS. Multimedia radio eigenlijk. Navigatie? Navigatie, radio, alles in één eigenlijk. Oké. Okay. Die wordt ook gestolen? Dit is een van de meest gestolen radio's. Hier zit een tracer in? Tracer in. Ook een baken waarmee we ook kunnen werken. Dus eigenlijk alle techniek die we nodig hebben om eigenlijk een dader te kunnen pakken. Behalve het navigatiesysteem leggen we ook een iPhone met miniatuur track-and-trace apparatuur in de auto. De techniek van deze tracer is geheim, dus we kunnen er niet alles van laten zien. In de iPhone wordt een kleine zender ingebouwd die straks continu signalen afgeeft, waarmee we de exacte route van de dief kunnen volgen. Om te zorgen dat de kraker niet doorheeft dat de telefoon geprepareerd is, zorgen we dat het toestel qua uiterlijk en gewicht precies aanvoelt als een normale iPhone. De lokmiddelen met het track-and-trace systeem zijn geprepareerd. Maar we zijn nog niet klaar. Op verschillende plekken in de auto worden verborgen camera's ingebouwd. In de kofferbak staat een harddisk recorder met een enorme accu, waardoor de camera's 24/7 kunnen draaien. Ten slotte plakken we een professionele sticker op de auto, waardoor het net lijkt of dit een bedrijfswagen van een computerzaak is. Daar valt wat te halen, zou je zeggen. Alles is gereed. Tijd voor actie. We gaan de auto op een strategische plek parkeren. We hebben nu voor gekozen om de lokauto in Hartjes Centrum Amsterdam neer te zetten. Een plek waar rovers heel veel op roverstocht gaan. Ze zeggen een ideale plek voor onze auto. We zetten de lokauto achter een geblindeerde bus, die ook van ons is. In deze bus hangt een superlichtgevoelige bewakingscamera, waarmee we in het donker goede opname kunnen maken. Grote kans namelijk dat een autodief 's nachts gaat toeslaan. De videobeelden zijn belangrijk om straks een eventuele dader te kunnen herkennen. Is dat goed? Even ons daar te zien. De jacht is begonnen. En de vraag is niet of, maar wanneer er ingebroken gaat worden. Maar voorlopig is het rustig rondom onze lokauto. Straks zien we een krantenjongen die meer dan gemiddelde interesse in onze auto lijkt te hebben. Gaat hij toeslaan? En zo ja, wat neemt hij mee? Ja, Remy de Jong, je bent specialist en ook bedenker van track-and-trace systemen. Is dit nou vergelijkbaar met Find My iPhone software, wat we hier hebben geïnstalleerd? Nou, ten eerste, Find My iPhone is natuurlijk een perfect hulpmiddel. Dat heb je ook voor andere smartphones. Alleen dat gaat meestal maar tot de voordeur. Dus dat is beperkt. En de systemen die wij hebben, die gaan een stapje verder. Of een aantal stapjes verder. En we halen het gewoon overal terug. Gewoon, ook al staat hij uit. Uit dat bed, die dief. Ja, letterlijk en figuurlijk. En jij bent een beetje de WizKid van deze track-and-trace systemen. Je werkt voor hele grote bedrijven. Wat voor bedrijven zijn dat? Eigenlijk werken voor de grote fabrikanten in de wereld. Die eigenlijk te maken hebben met diefstalgevoelige producten. Ja, je hebt natuurlijk trends onder criminelen. Dan is dit weer in, dan is dat weer in. Wat is nu het coolste om te stelen momenteel? Ja, je weet zelf wat een veel goed verkopende tablet is. Dus tablets zijn erg in trek. Maar ook fotocamera's. We hebben ook te maken gehad met elektrische auto's die helemaal gestript worden. Waarom? Omdat onderdelen duur zijn en moeilijk leverbaar zijn. En er zijn in regio's van Nederland zijn er al tientallen elektrische auto's compleet gestript. Okay.
puur omdat ze de onderdelen graag willen hebben. En werken jullie nou ook voor de overheid? Bijvoorbeeld als die auto's met top-secret papieren vervoeren? Of Mark Rutte, omdat ze willen weten waar de premier is? Dat is ook handig. Ja, maar ja, daar kunnen we niet te veel over zeggen. Maar we doen heel veel op dat gebied. Dus niet alleen voor de top 10 producenten, maar ook voor andere zaken, voor overheid. En dat betekent dat ze ook graag willen weten waar bepaalde pakketjes heen worden verscheept. Of personen. Of personen, of objecten. Wij volgen de criminelen naar het hol van de leeuw. En dat geeft natuurlijk heel veel informatie, maar je kan ook heel veel boeven vangen op een hele eenvoudige manier. Ja, jij gaat ons de komende weken helpen met boeven vangen. Het lijkt me een fantastische job. Wat is nou je meest geweldige catch? Nou, we hebben heel veel leuke zaken, maar we hebben kort geleden nog 3 vrachtwagens met LCD-schermen teruggehaald. En dat zijn hele leuke zaken. Durven mensen nog in te breken in jouw auto? Of denken ze wel 2 keer na? Ik zou het niet adviseren. Onze wagen met de loktelefoon staat inmiddels enkele uren geparkeerd in de binnenstad van Amsterdam. Het is 6 uur 's ochtends als deze op het oog onschuldige krantenjonger voorbij fietst. Hij kijkt even terloops naar de auto. De bezorger komt weer teruggelopen. Zou onze iPhone toch zijn interesse gewekt hebben? Hij kijkt nogmaals in de auto en verdwijnt dan weer. Vertrouwt hij het niet? Of gaat hij hulp halen? Het blijft even rustig. Maar dan, een kwartier later. Onze krantenjongen komt nu vanaf de andere kant aanlopen. Met een flinke stoeptegel. Het lijkt alsof hij direct wil toeslaan, maar op het laatste moment laat hij zich afschrikken door een fietser die verderop de brug overrijdt. Even later is de kust weer veilig. En dan gaat het razendsnel. Met deze zware tegel verbrijzelt hij in 1 klap het autoraam en mist op een haar na onze verborgen camera. In een snelle beweging trekt hij de iPhone met oplader en al uit de auto. En weg is de krantenjongen. In het commandocentrum van Remy de Jong gaan direct alle alarmbellen af. Het tracen kan beginnen. Amsterdam Centrum. Hij beweegt ongeveer met 6 km per uur. Dus ik denk dat hij op de fiets is. Tijd om in actie te komen. Vanuit de meldkamer krijgen we vanaf nu continu de nieuwe positie van onze iPhone door. Het is nu 7:30 'smorgens. We hebben zojuist bericht gekregen dat de iPhone is gestolen. Dat is een dag nadat we hem hebben neergezet. We wisten dat iPhone'tjes in trek waren, maar dat ze zo in trek waren. Op dit moment wordt de iPhone continu in de gaten gehouden. Ik ben heel erg benieuwd wie dit gedaan heeft namelijk. In afwachting van de speciale opsporingswagen rijden wij alvast naar de buurt waar de iPhone zich ongeveer bevindt. De iPhone is nu gaan rijden richting oost. Okay. Richting de Dapperstraat. Wij rijden daarheen. Hoi. Top. Ik krijg nu een sms'je dat die hoek Mauritskade Dapperstraat is in Amsterdam-Oost. Het is nu 7:45 en we moeten echt opschieten, want we willen onze autodief pakken voordat hij de telefoon eventueel gaat verkopen. Daar is de speciale wagen met opsporingsapparatuur. De frequenties zijn geheim en mogen we dus niet in beeld brengen. De krachtige antennes op het dak peilen het signaal van de iPhone uit, zodat we zometeen de exacte locatie tot op de meter nauwkeurig kunnen bepalen. We zijn nu de exacte locatie van de iPhone aan het bepalen. En dat doen we door die geluiden die je nu hoort. We zijn in de buurt, hè Remy? Ja, we zijn bijna in de buurt. En dan gaan we zo het signaal oppakken. En dan gaan we de iPhone lokaliseren op woningniveau. Het signaal wordt sterker. Een teken dat we vlakbij zijn. 9. En weer minder. We gaan een rondje draaien. Kijk, de richting is schuin voor ons. Hier is die het heel hard. Een stukje terug is die plus. Dus ik denk dat we hier moeten we ergens zijn. Het opsporingssysteem geeft aan dat de iPhone zich in het pand hier op de hoek bevindt. We moeten onopvallend te werk gaan, want de dader mag ons nu niet ontglippen. Zoals het er nu uitziet, is het de koffieshop hierachter. Even een jointje eraan, denk ik. En net voordat Thijs de koffieshop in wil gaan voor een confrontatie,
loopt er iemand naar buiten die ons bekend voorkomt. Ja. Dit is hem. We pakken hem. Straks zien we hoe Thijs de dader op straat confronteert met de beelden van zijn eigen autokraak. Alexandra Oswald, persofficier van Justitie. Wat vindt u nou? We zien net een klap binnenkomen in die auto. Zo gebeurt het dus. Meestal krijgen wij zaken voor waarbij we natuurlijk niet de camerabeelden hebben. En dan moet je uitgaan van het feit dat er een diefstal is gepleegd. En dat je een dader hebt met een bepaald verhaal. Dus het is toch wel handig, dit soort camera's die erbij staan? Ja, nee, zeker. Camerabeelden zijn altijd heel handig. Ja, wat voor jongen is dit? Wat voor dader is dit? Het ziet eruit als een gezellige krantenjongen in eerste instantie. En vervolgens komt hij met zo'n kei aanzetten. Wat voor jongens zijn dat? Ik ken hem natuurlijk niet, ik weet verder niks van deze jongen af. Maar over het algemeen wordt zo'n raam heel vaak ingeslagen met een heel klein, klein ijzerpinnetje of zo. Niet met zo'n grote baksteen. Dus ik zou eerder zeggen dat het in dit geval iemand is die het nog niet heel vaak heeft gedaan. Ja, hoe kijken jullie nou naar de inzet van dit soort lokmiddelen, hè, die je net in het item voorbij ziet komen? Nou, ik denk dat de inzet van dit soort lokmiddelen heel effectief kunnen zijn. Zeker als je het inzet in buurten waar dit soort criminaliteit heel veel voorkomt. Ook omdat de daders van dit soort delicten heel vaak moeilijk te pakken zijn. Ze laten heel weinig sporen achter en zijn heel snel weg. Dus dit is de perfecte tactiek eigenlijk om ze te grijpen? Nou, het is een middel om ze te grijpen. Want ik denk dat het kost heel veel politie-inzet vaak ook. Het kost veel geld. Ik denk dat het en-en is. Is het legaal wat we doen met dit lokmiddel? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik denk dat het Openbaar Ministerie en de politie moeten zich aan nog iets meer regels houden. Onder andere dat het officier van justitie toestemming moet geven. En je moet kijken naar dat het wel gebeurt in een buurt waar dit soort delicten vaker plaatsvinden. Voor jullie is dat denk ik iets minder van belang. Alleen je moet niet zo ver gaan dat je mensen uitlokt. Dus je moet ze niet op een ander idee brengen dat ze toch al van plan waren. Ja. Nou, wij laten deze jongen natuurlijk vol in beeld zien. Wat vindt u daarvan? Zelf ben ik daar niet zo heel erg van gecharmeerd. En bij het Openbaar Ministerie zijn we daar sowieso heel erg terughoudend in. Ja, en waarom is dat? Omdat iemand voor de rechter moet zich verantwoorden. En er hoeft geen sprake te zijn van naming en shaming. Dit is toch een tendens die je steeds meer ziet. Hè? Zeker met dit soort technieken en met iedereen die cameraatjes heeft. Is het trouwens niet iets waar we niet aan kunnen ontkomen? Dit is gewoon ook een risico wat je neemt als dader. Ja, dat had je maar niet moeten doen. Nu zit je met je kop op tv. Nou ja, voor een deel ben ik dat met u eens. Het is een risico als jij een strafbaar feit pleegt en er zijn toevallig camera's. En je bent niet toevallig aangehouden, maar bijvoorbeeld die beelden worden uitgezonden bij opsporing verzocht dat je in beeld komt. Aan de andere kant hoef je iemand niet nog meer te straffen voor wat hij heeft gedaan. Want dat brengt het risico met zich mee dat de rechter later een lagere straf zal opleggen. En dat willen we ook niet. Dank u wel. Zometeen zien we Thijs die de confrontatie met de iPhone-crimineel aangaat. Maar hoe zit dat als wij ons zelf op het criminele pad begeven? Wie houdt ons dan tegen? Politie gaat zelf op boevenpad. We gaan zogenaamd een fiets jatten en kijken hoe omstanders reageren. Danny gaat aan de slag met een slijptol. De slijptol maakt zoveel lawaai dat het onmogelijk is om Danny te negeren. Hij trekt dan ook flink de aandacht op straat. Bizar. Niemand die er wat van zegt. Niemand die ingrijpt. Als we een beetje ons best zouden doen, kunnen we hier in een uurtje alle fietsen meenemen. Mensen kijken wel, maar ze doen niks. Wat dacht u toen u hier langs liep en u mij met een slijptol bezig zag? Ik denk in Amsterdam kan alles. Danny wordt zelfs vrolijk toegelachen, terwijl hij toch overduidelijk een fiets staat te jatten. Ja, man. Loop even door alsjeblieft. Nou, ik vond het voornamelijk bizar om te zien dat eigenlijk iedereen gewoon lachte, maar wel weer verder liep. En eigenlijk niet durfde te zeggen van, hé, waar ben je mee bezig? Het zag er niet helemaal jovel uit, maar wat doe je? Je kan je wel overal mee gaan bemoeien. Dus het is ook een klein beetje laf om door te lopen. Als je iets verkeerd zegt, kunnen ze zo'n mes pakken en steek je ze neer. Was u een beetje bang voor mij? Was u een beetje geïntimideerd door mijn manier van kijken naar u? Enigszins, ja. Daar zagen we een politieagent staan. Toen had ik iets van, moeten we niet even zeggen dat daar net een fiets werd gejat? Heb je dat gedaan? Nee. Want hij was ergens mee bezig. En verder, ja, het zei nog wel van moeten de politie bellen, ja of nee. Ik zei nou, volgens mij komt er in Amsterdam ineens voor naartoe.
Oh, jawel hoor. Na ruim een uur is daar dan oma Gent die eens even komt kijken wat Danny staat te doen. Hoe kan ik dat aantonen? Ja. Hey, ik heb de papieren niet bij me. Maar het is gewoon mijn oude fiets, hoor. Ja, ik ben de sleutels kwijtgeraakt. Portemonnee en zo is er gisteren allemaal gejat. Allemaal? In mijn tas. Best wel pech dan, hè? Maar je gaat me nu niet meenemen naar het politiebureau, toch? Waarom moet ik u meenemen? Maar als zelfs de politie niet ingrijpt, wie doet het dan wel? Tot aan het wagen ben bewijs ervan. Want u hebt een vermoeden. Mark Teurlings, bijtertje, advocaat van de grote jongens. Jij ziet zoiets, jij wordt woest. Jij kan je helemaal niet voorstellen dat niemand wat doet, denk ik. Nou, je denkt dat je woest gaat worden, maar eigenlijk is het heel erg logisch. Omdat iedereen nog van lang geleden in gedachten heeft Joes Kloppenburg. Die ook zei kappen nou, die vond dat er iets niet mocht. En die werd doodgeschopt en geslagen. En je ziet dat steeds meer in de stad. Op het moment dat iemand optreedt en probeert er iets tegen te doen, kan je zelf klappen krijgen. Dus dat mensen voorzichtiger zijn, dat vind ik logisch. Ben jij wel eens held geweest die op de bres is? Nou, held. Ik wilde wel een held zijn. Ik weet nog, lang geleden inmiddels. En toen was ik gaan stappen. En midden in de nacht stond ik bij de taxistandplaats. En ik hoorde zo'n 20 meter achter me, hoorde ik dat er een meisje werd lastiggevallen. Die hele rij mensen wachtend bij de taxis zei, stoppen nou, kappen nou, doe nou niet. En ik was ook zo'n held, die ook van een afstand zei, stoppen nou. En toen draaide die jongen zich om en die richtte zich op mij, trok een sprint. En ik kreeg een paar klappen. Okay. En ik dacht, zijn vrienden die houden hem wel tegen, want die kwamen er ook aan rennen. En die zag ik opeens ook proberen mij klappen te geven. Maar is een burger eigenlijk verplicht om iets te doen? Is het strafbaar als je erbij staat en je kijkt ernaar? Een burger is verplicht om aangifte te doen van bepaalde feiten, maar daar gaat het hier niet om. Het is meer het achterlaten in een hulpeloze toestand wat strafbaar is. Maar ja, je weet zelf, er wordt niemand voor vervolgd. Dus er is niet echt een beleid om mensen daarvoor te vervolgen. Het is dus meer een moreel appel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Afgelopen weekend kreeg Holleder een paar tikken op een terras en toen kreeg het omgekeerde effect. Toen stoof iedereen weg. Ja. Maar was dat te verwachten? Dat is wel een beetje te verwachten natuurlijk bij Holleder. Ja. Want die heeft een bepaalde naam opgebouwd. Dus mensen waren toen op dat moment bang dat er ook wapens zouden worden getrokken. Ja. Niet zozeer door hem, maar je weet niet wat er gebeurt. Ja, nou, bij politie gingen wij een fiets slopen of stelen. Ja. Is er nou ook nog verschil tussen een relatief kleine misdaad zoals een fiets stelen of een ernstige geweldpleging? Nou, bij een ernstige geweldpleging zijn mensen wat huiverig, omdat ze bang zijn zelf klappen te krijgen, schade te krijgen, vieze kleren of wat dan ook. Bij een kleine delict zou je kunnen zeggen dat mensen sneller optreden, maar dan hangt het ook van de persoon af hoe die eruit ziet. Maar houden we die kleine schattige Danny met zijn sluiptolletje? Ja, kleine schattige Danny, maar als je hem niet op tv hebt gezien, kan hij er misschien wat gevaarlijker uitzien. Er zijn jongetjes van 11, 12, 13 die in Amsterdam rondlopen met prikkertjes, messen, die opgevoed worden door grote broers om met een prikkertje met een mes rond te lopen. En ook zo'n kleine lieve Danny, die kan zo'n prikkertje bij zich hebben. Dus dan denk je wel twee keer na of je vraagt of dat zijn fietsers. Ja, we hebben het nu vooral over mensen die niets doen, maar er was die dag gelukkig wel één held die wel wat deed. Kunt u aangeven dat uw fiets is? Ja, ik ben de sleutels kwijt. Ja, dat laat zich raden. Maar kunt u aantonen dat het uw fiets is? Ja, maar ik zou het graag aan willen tonen, maar ik heb de sleutel niet. Nee, maar hoe kun je het dan aantonen? Maar het is toch uw fiets niet? Dat maakt toch niet uit? Dat is toch van iemands bezit? Ja, dat is mijn fiets. Je gaat er niet zomaar een fiets openmaken, ook al zeg je dat het jouw fiets is. Ik vind het gek dat u mij hierop aanspreekt. Oh, nou, is dat raar. Dus je vindt het normaal dat iedereen zomaar sloten los slijpt? Ik vind het redelijk normaal, ja. Vind je normaal? Nou ja, neem me niet kwaad. Je gaat niet verder of ik haal de politie erbij. Ik ga gewoon verder, hoor. Nou, de politie erbij, dat is toch helemaal een idioot? Als we allemaal niks zeggen, ja, dan gebeurt er ook niks. En dan wordt het een rommeltje en je raakt je eigendommen kwijt. Bent u wel eens slachtoffer geweest van de gestolen fiets? Ik wel, ja. Nou, ik ook. En u voelt zich heel vervelend en niemand bekommert zich erom. Ik denk, nou, laat ik eens de eerste zijn. Terug naar onze autodief. Vanmorgen vroeg rond 6:30 is met grof geweld een gloednieuwe iPhone uit onze speciaal geprepareerde lokauto geroofd. Inmiddels zitten we de dader vlak op de hielen. Met professionele pijlapparatuur hebben we hem gelokaliseerd in een koffieshop op de Amsterdamse Dappermarkt. Dit is hem. Ja? Ja. Dit is hem. We pakken hem. Dag meneer, mag ik u wat vragen? Ja. Ik ben Thijs Heeman. Ja, aangenaam. Van politie. Ja, aangenaam. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Ik ben op zoek. Ja. Naar een witte iPhone. Ja, die heb ik wel. Ja? Ja. Kan ik die van je kopen? Nee. Mag ik je zien? Ik heb hem gekocht.
Jij hebt hem gekocht? Ja, laat zien. Hier. Hoe kom je dan? Ik heb hem gekocht vanochtend. Heb je vanmorgen gekocht? En waar precies? Ik heb hem gekocht bij Leidseplein. Leidseplein? Ja. Oké, okay, en hoeveel heb je er uiteindelijk voor betaald? Ik heb 80 euro gehad. 80 euro? Ja. Dat is niet veel, hè? Nee. Dat is wel een goede prijs. Ja, die jongen, die man heeft geld nodig. Ja, ja. Ik heb de telefoon. Ik zeg tegen hem, is dat gestolen telefoon? Ik zeg nee. En wel, wat voor ja. jongen was dat? Een half bloedje of zo. Half bloedje. Mag je even wat laten zien? Moet je goed kijken hoor. Kijk. Kijk, daar kom je aanrennen. Zie je dat? Hetzelfde trainingsboek heb je nog aan. Je pakt hier dat ding en dan gooi je zo die steen erin. Nou ja, die lijkt wel heel erg op jou, hè? Nee. Hetzelfde broek, dezelfde schoenen. Dit is vanmorgen. Hoe laat heb je die telefoon gestolen? Gekocht, niet gestolen. Nee, hoe laat heb je hem gestolen? Gekocht. Ja, gekocht, ja. Dan komen we hier in één keer tegen, man. Even een jointje roken. Nou, ik zou je vertellen, je bent gearresteerd. Nee, man. We gaan iedereen bellen. Je bent gearresteerd voor het stelen van een telefoon. Waarom stel je eigenlijk telefoons? Nee. Waarom stel je eigenlijk telefoons? Nee, maar waarom doe je dat? Besef jij dat heel Amsterdam helemaal klaar is met gasten zoals jij? Je kan geen auto meer laten staan. Je kan er geen telefoon in vergeten. Want dan komen gasten zoals jij langs en die gooien het raam in. Waarom praat je zo? Omdat je de telefoon gestolen hebt. Ah, oh, daar zijn ze. De krantenjongen die vanmorgen vroeg de iPhone uit onze auto heeft gestolen, hebben we binnen 3 uur getraceerd, aangehouden en overgeleverd aan de politie. Ja, Galli gaat mee naar de politie. Die dacht een hele mooie iPhone te hebben gestolen, maar ja, het was een track-and-trace systeem. We hebben de locatie 100% vast kunnen stellen. Hij blijft ontkennen dat hij het geweest is, maar ja, het is op zijn tweelingbroer die er wel heel erg op lijkt. Maar ja, het lijkt heeft er alle schijn van dat hij het is. Hij mag het nu bij de politie uit gaan leggen. Volgende week gaan we weer achter onze eigendommen aan. En dit keer plaatsen we een lock tablet in een auto die we in een woonwijk achterlaten. Ik leg hier op de zijstoel, zodat ze hem goed zien. Zodra de dief hem steelt en hij verbreekt deze verbinding, want dit gaat los, dan krijgen wij een sms'je en weten dat hij is gestolen. Al heel snel is het weer raak. 2 jongens fietsen heel opvallend onopvallend langs onze auto. En even later zijn ze terug. Op geroutineerde wijze tikt de ene jongen eruit in, grijpt de tablet en springt snel bij zijn maatje achterop. Hun techniek verraadt dat ze het vaker hebben gedaan. En herkent u ze? Mail ons dan op redactie@bound.tv. En kijk natuurlijk volgende week hoe dit afloopt.